aan de Anamoestraat, werd het Strongest Man and Women competitie gehouden. Beide mannen werden de Van Donghu, de winnaar op de eerste plaats, en bij de vrouwen Suyata Balraj. Sunweb TV had een gesprek voor aanvang van de competitie met Suyata Balraj, de voorzitter van Stichting Ultimate Power and Strength. En zij vertelt meer over deze activiteit. Vandaag, zondag 4 augustus, hebben we vandaag hier op Koldizien-terrein aan de Anamoestraat de sterkste man en sterkste vrouw competitie van Suriname. Wat houdt dat precies in? Zo, we gaan de kracht meten. Op basis van 4 onderdelen gaan we kijken wie de sterkste man en de sterkste vrouw van Suriname wordt. Ja. Kunnen we dit in verband brengen met powerlifting? Nee, powerlifting gaat het specifiek om 3 onderdelen. Dat is squat, bench en deadlift. En bij strongman, strongwoman gaat het meer om kracht en ook conditie gaat gepaard. En het zijn verschillende onderdelen. Je hebt car deadlift, je hebt truck pull. Dit keer hebben we Hercules hold. We hebben ook squat ingepland. Dus je hebt verschillende onderdelen. Het verschilt van powerlifting. Ja, als voorzitter kunt u me ook vertellen, u noemde daarnet Hercules, squat, wat houdt ze precies in? Kunt u ze een beetje nuanceren? Zo, de truck pull, dat is we gaan vastgebonden zijn met een harnas en we gaan het truck op een afstand van 20 meter proberen te trekken. En wie het snelst heeft getrokken, heeft voor dat onderdeel de hoogste score. De tweede onderdeel, dat is squat. Bij squat gaan de dames 170 kilogram moeten reppen in een minuut. En bij de heren is dat een 250 reppen binnen een minuut. Bij de derde onderdeel, dat is de Hercules hold. Er wordt een fits, voor de dames zit het een fits. En voor de heren is het een tone ace, als ik het goed heb. Wordt die op een helling geplaatst en de remmen worden langzamerhand losgelaten en u gaat proberen om het auto tegen te houden. Wie het langst heeft kunnen volhouden is dan de beste in dat onderdeel. En als laatst hebben we dan de car deadlift. Bij de heren hebben we een D-Max bakzijde met een 200 kilogram. En bij de dames hebben we dit keer een fiets aan de, geen bakzijde, maar motorzijde. Ja, het is niet de eerste keer dat dit wordt georganiseerd. Waarom wordt dit eigenlijk georganiseerd? In het buitenland wordt dit vaker georganiseerd. Maar in Suriname, vroeger hadden we wel voor COVID-periode. En door de komst van COVID was het stopgezet en daarna niet meer. En dan hebben wij gedacht om dan het sport gewoon door te brengen en bekendheid te geven in Suriname. Wie mag allemaal meedoen? Een ieder mag meedoen als de persoon denkt dat hij of zij sterk genoeg is en zichzelf wil uitdagen van ik wil kijken hoe sterk ik ben. Dan mag je inschrijven, want het is een jaarlijks evenement. Ja. Zijn er kosten eraan verbonden bij de inschrijving? Ja, dat klopt. Er zijn kosten eraan verbonden. De inschrijving was dit jaar 700 SRD. En voor de inschrijving, u gaat inschrijven. U krijgt een t-shirt die dag, wat wij nu momenteel aan hebben. En als prijs krijg je dan bekers, certificaat. Je krijgt ook nog medaille. En we hebben geprobeerd om een enveloppeprijs te verzamelen. En ook nog bedrijven benaderd om een waardebon of een pakketje te doneren. De registratie is geweest. Hoeveel deelnemers hebben jullie? Voor dit jaar hebben we in totaal 10 deelnemers, waarvan 3 vrouwelijke atleten zijn. Dus alleen vrouwelijke atleten, dus vrouwelijke atleten en mannenatleten, dus 3 om 7. Ja, en hoe staat het met het proces ten aanzien van wanneer mensen komen? Ze registreren, hoe staat het met hun gezondheid dan? Ja, daar we houden een teach-in bij en als u aan zo'n competitie wilt meedoen, moet u in feite ook fit zijn. Daarom hebben we ook gedacht om dan een verklaring van de dokter moet je ook meenemen, zodat wij als stichting weten dat je in een goede gezondheidstoestand bent. Ja. Wat zijn de verwachtingen? Zo, de verwachtingen voor vandaag zijn heel hoog en we kijken er naar uit, naar het publiek en ik hoop dat het weer ook samenwerkt met ons. Ja, wat is uw boodschap en uw oproep naar de gemeenschap?
So, mijn boodschap naar het gemeenschap is om de atleten van Suriname vandaag te komen kijken, hun te komen motiveren en checken hoe sterk wij atleten van Suriname ook zijn.